Neem de eerste hap. Oh, ze zijn nog lekker warm, hè? Wow! Ja! Nou, daar gaat mama. Daar gaat hij. Welkom bij een nieuwe vlog. Irma Knol, dat ben ik. En het is vandaag oudjaar en ik ga oliebollen bakken. En dat vind ik altijd het allerleukste van het hele jaar. Oudjaar. Ik weet niet waarom. Ja, natuurlijk weet ik wel waarom. Want ik ben gek op oliebollen. Vroeger bakte mijn vader altijd de oliebollen en gingen we naar mijn ouders toe. Maar mijn vader heeft het stokje overgedragen aan mij. Ik weet niet of ik trouwens dat goed zeg op deze manier. Maar in ieder geval, ik heb het van hem overgenomen. En ik ga al een paar jaar, doe ik dat, dat ik de oliebollen bak. En dan komen er verschillende mensen langs. Mijn ouders, Enzo. Milan komt dit jaar niet, geloof ik. Die komt ene jaar wel, andere jaar niet. Het maakt allemaal niet uit. Als je wilt komen, ben je welkom. En dat wil niet zeggen dat al mijn volgers welkom zijn, want dat wordt een beetje te gek. Maar in ieder geval familie en vrienden en wie er zin heeft, kom lekker langs om oliebollen te eten en een broodje te drinken. Maar het is nu 9 uur in de ochtend en ik ben net begonnen. Dat wil zeggen, dit is het begin. De rozijnen wellen. Ik heb 3 bakken. Kijk, deze is al leeg, want deze oliebollen, deze rozijnen zijn geweld en die dep ik even droog. En die komen zometeen door het beslag. Maar ik moet eerst het beslag maken. En nou heb ik hier van alles en nog wat bij elkaar staan. En dat ga ik vandaag allemaal gebruiken. Dus ik ga nu beginnen met het beslag. Heb je nodig voor de oliebollen? Nou, zoals ik net al liet zien, rozijnen. Die ga je in heet water zetten en wellen. 15 minuten ongeveer. Langer mag ook. Ik let nooit zo op de tijd. Als het in ieder geval maar een kwartiertje gaat wellen. Nou, dat is klaar. Dat wil zeggen, je gaat ze even droog deppen. Rozijnen. En droog deppen. Vervolgens zet ik een grote bak klaar. Dit is de bak. Ik heb 3 pakken oliebollenmix. Ik heb een hele grote fles met zonnebloemolie. Dat is natuurlijk voor het bakken. Dat gaan we straks gebruiken. En een flesje bier. Dat is eigenlijk alles. Zo simpel. Maar je hebt natuurlijk ook een mixer nodig. Dit is al een hele oude. Ik hoop dat hij het blijft doen, anders heb ik een probleem. En dan gooien we eerst deze 3 pakken in de bak. Voor elk pak oliebollenmix heb je 500 ml water nodig. Dus dat betekent 3 keer 500, 1500 ml. Logisch. Makkelijk rekensommetje, kan ik zelfs. Maar ik gooi er niet 1500 ml water in. Ik gooi er 1 liter handwarm lauw water in. En de rest wordt bier. Want met bier wordt het deeg wat losser, wat luchtiger. En krijg je niet van die sponsen oliebollen. Want dat vind ik echt heel erg vies. Dus ik wil het zo luchtig mogelijk maken. En dat heb ik van mijn vader geleerd. Dan gooi je er gewoon een flesje bier door. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb 1 liter water. En ik heb op dit moment 250 milliliter bier. Nou, dan moet ik dat nog aanvullen met 250 milliliter water. Dus dit gaat erdoor met nog eens 250 milliliter en dan 250 milliliter bier. En dan kom je op 1500 milliliter vocht en dat moet volgens mij voldoende zijn. Dus we gaan het proberen. Ik ga mixen. Ik ben nu aan het mixen. En kijk, dit is het beslag tot nu toe. En dat ziet er al heel goed uit. Ik heb nog een klein beetje water over. En dus ik heb nu bijna 1500 milliliter vocht, iets meer dan een liter water en 250 milliliter bier. En dan kijk ik zelf of het laatste beetje, nou dat is
150 milliliter ongeveer, of dat er nog in moest. En dat doe ik een beetje op gevoel. En ik vind zelf eigenlijk dat het er al wel heel goed uitziet. Dus ik, ja, ik zal er nog een beetje bij in doen. Klein beetje. Eigenlijk moet je het met deeghaken doen. Maar de knollen zijn nogal een beetje eigenwijs. En wij doen het niet met deeghaken, maar gewoon met de mixer. Maar die laat ik zo zien, want anders dan spat overal het oliebollen deeg. Mix. Bijna klaar. Kijk, en als, dit zijn dus geen deeghaken, maar gewone mixers. Nou, wij vinden dat gewoon het makkelijkste. En wij is, ik heb het natuurlijk van mijn vader overgenomen. Dus als het zo ongeveer eraf gaat, nou, dan is het helemaal top volgens mij. Dus dit is nou het deeg. Een beetje eraf laten. Hopsiekee. Zo precies komt het nou ook weer niet. Deze hangen we hierboven. Dit is het deeg. En nu gaan de rozijnen. Is dus één pak rozijnen. Gaan we zo. Hopsiekee. In. En natuurlijk gaat er ook een stuk van de theedoek in. Zoals elk jaar. Maar dat geeft helemaal niks. En zit ik er alweer helemaal onder. Maakt niet uit. Rozijnen op de grond. Geeft niks. Dan pakken we even een lepel. En dan schep ik het erdoor. Kijk. Ik vind het wel erg veel rozijnen. Maar volgens mij denk ik dat elk jaar. Want wat gebeurt er namelijk zometeen? We gaan het laten rijzen. En niet met de korte ei natuurlijk, maar met de lange ei. Rijzen met de korte ei vind ik trouwens ook heel leuk. Dat gaan we volgend jaar ook weer doen. Rijzen met de motor voornamelijk. Maar dit is even rijzen met de lange ei. Nou kijk eens, ik vind het er heel mooi uitzien. Er zijn mensen die lusten geen rozijnen. Lusten geen rozijnen. En natuurlijk kun je het ook zonder rozijnen maken. Je kunt ook rozijnen en krenten. Maar ik vind krenten persoonlijk heel erg vies. Ik hou er helemaal niet van. Dus die laat ik weg. Rozijnen om zo op te eten vind ik ook heel erg vies. Maar oliebollen zonder rozijnen. Ja, vind ik niet zo lekker. Vind ik een beetje saai. En zelfs de mensen die zeggen, oh, heb je ook oliebollen zonder rozijnen? Zeg ik altijd van, nee, die heb ik niet. Maar pak er eentje waar wat minder rozijnen in zitten. En echt... Je zult het merken, de mensen die geen rozijnen lusten, deze oliebollen met rozijnen zijn echt super lekker. Ik ben er nog geen één tegengekomen die ik niet lekker vond. En nogmaals, ik lust echt geen rozijnen zo. Gewoon uit zo'n bakje, gadverdijden, dat vind ik wel vies. Verschrikkelijk lekker. Ik lust bijvoorbeeld ook geen krentenbollen, nou daar zitten krenten in. Er zitten vaak ook rozijnen in, vind ik echt niet lekker. Maar de olieknol, om het maar zo te zeggen. Kijk, kijk eens. Dit is mooi. Dat is mooi. Nou, en dan de volgende stap. Vervolgens gaan wij, nou dit is dus de schaar. Kijk, hapsiekee. Een stukje folie. En dat doe ik er dan omheen. Zo. Maar dat is net niet genoeg. Geeft helemaal niks. Nog een stukje erover. Kijk, dit is het eerste gedeelte voor het rijzen. Doen we er lekker omheen. Komt allemaal niet zo precies. Dan pakken we een theedoek, een schone theedoek natuurlijk. En die ga je onder het hete water. Dus echt even heet water. Volgens mij staat Jim op dit moment te douchen. En horen we misschien zo meteen. Ah! Ja, dat was vroeger zo. Hè? Dan, als je dan heet water gebruikt, degene die onder de douche stond, die had al ineens koud water, maar dat is niet meer zo. De druk wordt alleen wat minder bij ons dan. Maar goed, dit is heet water. Goed uitwringen. Zo. Die leggen we hier bovenop. Zo. En dan doen we nog een laagje. Het staat allemaal niet op het pak dit hoor. Dit is echt puur
de knollen manier. Voor het extra rijzen en het extra luchtig maken. Dus niet alleen het bier maakt het luchtig, maar ook de manier van rijzen. Het is niet wetenschappelijk bewezen dat het zo is, maar de knolfamilie vindt dat het op deze manier moet. Dus deze manier doe ik het ook, want ik ben tenslotte een knol. Nou, ik vind het nu hartstikke mooi. Ik heb ondertussen de verwarming heb ik aangezet. Nou, het is ook winter, dus dan zet je meestal de verwarming aan. Dan lopen wij. Ik heb nog geen schoenen aan trouwens, dus na de verwarming. En dan zet ik het tegen de verwarming aan. Nou, die wordt al lekker warm. Het is inmiddels 10:15. Ik ben een beetje laat, dus ik ga beginnen. Nou, het is 10:10, dus zeg maar iets na 10:30 gaan de oliebollen in het vet. En dit is dus het eerste, de eerste bak met 3 pakken. En dan ga ik nog 2 zulke bakken maken en lekker oliebollen maken. En daar heb ik zo verschrikkelijk veel zin in. Ik kan bijna niet wachten. Maar ik moet wachten, want 3 kwartier reizen. Dus wat doe je dan? Een kopje koffie nemen. Koffie. Gert, we nemen koffie. Goed plan. Maar ja, ook in 2020 geldt, en het is bijna 2020, ik kan niet zonder koffie. Want ik gebruik zelf eigenlijk heel weinig zonnebloemolie met het koken, maar eigenlijk altijd olijfolie en soms roomboter om iets in te bakken. Maar voor de oliebollen is het echt zonnebloemolie. En dan heb ik 2 pannen. Dit is een nieuwe en dit is een oude. Ideaal. Kun je lekker veel tegelijk maken. Maar wat ik nog even wou zeggen, gooi deze niet direct weg. Want als je helemaal klaar bent met oliebollen bakken en het vet is helemaal afgekoeld, ik zet het altijd even buiten neer. En dan de volgende dag giet ik het weer terug in deze flessen en in deze dus. En dan kun je het naar de milieustraat brengen en daar wordt het weer verwerkt. Dus gooi het alsjeblieft niet door het toilet of in de vuilniszak, maar breng het netjes even bij een milieustraat of een depot. Je hebt volgens mij ook supermarkten waar je echt apart die flessen gebruikte zonnebloemolie kan brengen. Nou, die hadden wij hier ook bij onze andere supermarkt, maar die is weg. En ik heb nog niet gezien dat het bij onze andere 2 supermarkten dat je daar kan brengen. Dus wie weet, ik hoop dat dat een beetje een idee is voor veel supermarkten. Want ik weet dat heel veel mensen het gewoon weggooien. Nou, stap even in de auto, breng het naar de milieustraat of op de fiets, nog beter natuurlijk, of lopend. Maar goed, in ieder geval, zorg dat je het niet door het toilet gooit en niet in de vuilniszak doet. Dus netjes terug in de fles. Duurt even een aantal uren natuurlijk dat het afgekoeld is, maar zet het even de pannen buiten neer en de volgende dag kun je het zo weer teruggieten. Doen wij in ieder geval wel. Vervolgens zet je natuurlijk ook de afzuigkap aan, ook niet onbelangrijk, want anders is het heel aardig naar de oliebollen. Maar dat vind ik eigenlijk niet zo erg, want het ruikt verschrikkelijk lekker. Dus ik heb alvast het vuur zachtjes opgezet, terwijl het deeg aan het rijzen is, maar het duurt nogal lang voordat het warm is. En daar hebben we ook nog een foefje voor. Ik heb al een broodje klaar liggen. En zometeen, vlak voordat ik begin met bakken, doe ik even een korstje in de olie. En dat laat ik straks even zien, als die dan warm genoeg is, wat er dan precies gaat gebeuren. Dus, maar eerst nu echt koffie hoor. Koffie. Ik heb 2 bakken oliebollen heb ik klaar en de derde ga ik mee aan de gang. En de eerste visite, nou ja, visite wil ik het niet noemen natuurlijk. Hallo, hallo. Hallo, is er alweer. En jij zei dat je net niet had ontbeten. Nee. Want je wil oliebollen. Ik wil speciaal als ontbijt vandaag op Oudjaarsdag oliebollen van mama Knol. Oh, 5 minuutjes zijn de eerste oliebollen klaar. Oh, ze zijn maar wat zo heb lekker. Jij meegenomen? Ik heb een winkelkar vol met vuurwerk. En er komen nog 2 winkelkarren aan. 2? Ja, dus in totaal 3 winkelkarren vol met vuurwerk, want we moeten assen even helemaal opblazen. Nou, daar zijn onze buren ook heel blij mee. Oh man, en laten we even kijken. Dat is dus de eerste kar. Oh, jeetje. Ja, dit is de eerste kar. Maar we hebben 1 pot en... Gezondheid. Jeetje. Oh. Maar moet je dit ook kijken? Dit zijn pijlen, mama. Ja. Dat is mooi hoor. Oh. Heeft echt een dikke gouden kop. Echt sick hoor. Maar, dat moet echt in het donker. Ja, kan. Kijk, een knal hoor je natuurlijk ook overdag.
Ja, maar een vuurpijl. Het is siervuurwerk. Ja, daarom. Dat moet echt een beetje donker voor zijn, vind ik. We hebben er wel zo net al een afgestoken onderweg hierheen. Oh, echt? Ja, we wilden even testen. Ja. En het was best wel harde knal. Oké. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd. Oh, daar zijn ze ook al aan het knallen. Ja, maar dat was harder dan dat. Dat is kindervuur. Dit is wel echt leuk. Oké. Maar? We hebben een pot in de auto staan. Daar ga je straks echt van schrikken. Dat is zo'n mega pot. Oh, man. En die is echt, nou, ik denk wel 10 kilo. Dat is niet normaal. Het wordt vet. Dat wordt knalduur. En Miron is er ook en Shen is er natuurlijk ook, hè? Hey. Oh, dit wordt gezellig. Nou, oké. In het begin van deze video vertelde ik dat we een hele oude mixer hebben. En ik hoopte maar dat hij het nog zou doen. Nou, wat is er gebeurd? Hij doet het niet meer. En ik heb nu 2 bakken met oliebollen. De eerste staat dus daar. En die is nu klaar als het goed is. De tweede staat daar. En de derde, daar zou ik nu aan beginnen. Ik had het bier alweer klaarstaan. Het beslag. Maar de mixer heeft besloten om niks meer te doen. Nou, gelukkig kan ik wel beginnen met de oliebollen. En natuurlijk heb ik mijn steun en toeverlaat. Gert, waar ben je? Ik ga een mixer halen. Gert gaat een mixer halen. Yay! Dan ga ik alvast beginnen met oliebollen bakken. Nou, dat is de afsluiting van 2019. Begint dus met de mix die stuk is. Maar dat geeft niks. Gelukkig hebben wij hier een winkel onder die volgens mij wel mixen verkoopt. Tenminste, dat hoop ik. Gert is gauw op pad, maar ik ga kijken of de zonnebloemolie, of die heet genoeg is. Ik ga even kijken. En dat doen we dus zo. Ik doe hier, gooi ik er een korstje brood in. Hier gooi ik natuurlijk ook een korstje brood in. En dan kijk ik, kijk deze. Die zet ik even op zijn hoogst. Die zie ik dat hij al een beetje begint te bobbelen. Dus dat is heel goed. Maar deze, die is nog niet heet genoeg, zie ik. Die brobbelt nog niet. Maar deze wel. Dus dat begint erop te lijken. Die is bijna heet genoeg. Deze zet ik even op het volle vuur. Deze nu ook natuurlijk, want hij moet goed heet blijven. Dus ik denk dat ik in deze alvast maar wat beslag gooi om te kijken of het gaat lukken. Deze, ja nee, deze die gaat echt nog veel te... Nee, die is nog niet warm genoeg, dus die zet ik even helemaal hoog. Ga ik nu even kijken of het eerste beslag klaar is. Nou, het staat al een kwartier langer dan dat het eigenlijk moest, dus dat moet vast goed komen. Dus ik ga even kijken. Even kijken. Hopsiekee. Oh, dat ziet er mooi uit. Dat ziet er hartstikke mooi uit. Mooi luchtig. Ja, dit gaat lukken. Ik ga beginnen. De eerste oliebollen liggen al in de pan en ik laat zo meteen even zien hoe ik dat doe. Maar deze zijn al lekker aan het zwemmen, zoals wij altijd zeggen. Deze zijn klaar. Deze moeten nog wat bruiner worden. En ondertussen heeft Gert al een mixer gefixt. Een mixer gefixt. Dus we hebben een nieuwe mixer voor de laatste bak. Dus we gaan gauw verder. Maar ik zal eerst even deze eruit halen. De eerste oliebollen zijn klaar en we gaan even kijken of ze lekker smaken. Dus ga even kijken naar degene die buiten zijn. Tatteratatata. Oh mijn god, moet je nou kijken wat een vuurwerk. Dit is dus echt. Wordt het allemaal hier? Ja, het wordt allemaal hier afgestoken. Allemaal hier? Ja, hier. En dan komt morgen de schoonmaakploeg, denk ik. Ja, morgen komen we schoonmaken. Deze moet je proeven. Oké, lekker. Oh, hier heb ik echt zin in. Dit zijn echt de eerste. En met pannenkoeken is altijd de eerste zijn niet lekker. Maar met oliebollen zijn ze echt al direct lekker. Oh. Maar even proeven. Gaat ook? Neem de eerste hap. Oh, ze zijn nog lekker warm, hè? Wow! Yes! Ik ga even laten zien hoe ik het doe. Ik heb even de afzegkap uitgezet. Maar die zet ik zo meteen weer vol aan natuurlijk. Kijk, deze oliebollen die zitten er al in. Kijk, dan draai ik eventjes de lepels even in het... Nou, dat gaat hartstikke goed. Dit vet is natuurlijk ook heet. Dus wat ga ik nu doen? Ik heb ze even in de zonnebloemolie gedaan. Nou kijk eens, dit is heel mooi gerezen. Het is echt lekker luchtig, moet kijken. Het is echt super deeg. Ik doe het zo en ik weet dat een heleboel mensen zeggen... Want tegen mij had ik vorig jaar ook...
dan zeiden ze, kijk, even omhoog, oh zo. Heleboel mensen zeiden vorig jaar tegen mij van, waarom doe je dat niet met ijslepels? Zo'n ijstang, ijsbollentang heet het geloof ik. Nou, ik heb het vorig jaar geprobeerd, maar ik kan er niks mee. En het lukt me gewoon niet. En ik vind dit, ja, dit zijn gewoon echt mijn oliebollen. Met allerlei gekke vormen, zoals je net al hebt gezien. Toen we de eerste oliebollen gingen uitdelen. En dit is voor mij de prettigste manier. Iedereen moet het natuurlijk gewoon doen zoals je zelf wil, dat is logisch. Maar ik vind dit, vind ik gewoon perfect. Laat ze er gewoon lekker langzaam inzakken. De ene zit er wat meer rozijnen in dan de ander. Helemaal prima. Even kijken hoeveel heb ik nu. Kom maar even kijken hoe ik het doe. 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, ga ik nog eentje. Pak ik eruit als je die even van dichtbij wil filmen. Hop. Kijk, lekker taai deeg. Helemaal goed. Ik kan nog eentje in. Zie je, hier is nog een gaatje. 1, 2. Hopsiekei, die vloept er lekker in. Vloep. Nou, en dan wordt het uiteindelijk dus zo. Kijk, die zijn al bijna klaar. En wat doe ik dan? Dan heb ik ze 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan heb ik hier een papiertje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus ik heb al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer 5 is 40 oliebollen, maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. Nu merk ik wel dat ik ze dit jaar iets groter maak dan andere jaren. Dus 160 haal ik denk ik niet. Maar 120 moet toch ongeveer wel lukken denk ik. Maar ze zijn allemaal een stukje groter. Kijk, hier is deze schalen zijn er al. Maar er is ook al goed van gegeten. En er komen nog meer mensen vandaag. Dus ja, ik moet nog even doorbakken. Misschien dat er zelfs nog een bak bij moet. Nee, dat is overdreven denk ik. Want ik heb daar nog een bak staan en hier ben ik net aan begonnen. Komt helemaal goed. Ik vind het echt super leuk om te doen. Elk jaar, echt voor mij is dit echt een van de leukste dagen van het jaar. Ik vind het leuk, gezellig, vuurwerk buiten. En zo Miranda en Shen zijn er. Shen die was zo opgehaald door zijn vader. Die gaat dan bij zijn vader verder oudjaar vieren. Dus dat hebben we weer hartstikke mooi verdeeld. Zonder gedoe. Is ook heel fijn. Dat doen we al jaren zo. En mijn ouders komen nog. Nou, volgens mij komen er nog meer mensen. Maar dat zal ik wel laten zien. Ik ga weer verder. Ik heb gewoon een beetje warm. Jij hebt ook warm. Ik heb bloedheid. Het is buiten prachtig zonnig weer. En het is hier bloedheet. En ik doe nu gauw de afzegkap aan, anders gaat het niet meer weg. Op zijn allerhardst. Hij gaat verder. Een paar dagen geleden zeiden Gert en ik tegen elkaar, nou, misschien hebben we wel een heel rustig oud jaar. En zijn we met z'n tweeën. Het resultaat is dit. Tot nu toe. Hoezo rustig met z'n tweeën? Hoezo? Weet je waar je wel heel veel geluk mee hebt, man? Nou, met jou zeker. Ja. Nou, dat zijn niet allemaal zoveel vuurwerk hebben meegenomen. Nee, ja, maar niet. Nee, dat is echt verschrikkelijk. Ze hadden twee van die kleine doosjes. Echt? Dus maar ik denk wel helpen met dat van hem afsteken. Ja. Ja. Oh, ik krijg hier ook een botsing, maar Gert is druk bezig, die is in de catering. Die is voor de koffie vandaag. En verder zijn dit de oliebollen. Ik heb er 62 gemaakt, maar die zijn bijna allemaal alweer op. En er zijn hier nog wat in de pan. Deze is ook bijna leeg, maar gelukkig heb ik daar nog eentje. Hoe? Nou, het wordt steeds gezelliger. Er komen steeds meer mensen hier binnen. En dat is echt zo super leuk. Wij, Gert en ik, dachten echt werkelijk dat wij dit jaar een heel rustig oudjaar zouden hebben. Misschien zelfs met z'n tweeën. Er komen ook opwachtmensen en dat is alleen maar super leuk. Ik vind het heel gezellig. Ze hebben al oliebollen geproefd. Dus ik ga even kijken, volgens mij zijn ze weer buiten het vuurwerk afsteken. Dus het is super gezellig, mooi weer, prachtig oudjaar. Wat wil je nog meer? Er zijn er 50 van die... Er zijn 50 shots. Oh man. Ja, weet ik niet. Wat knalt hard? Die drone die knalt heel hard. Dit? Ja, dat zou best kunnen. Ik heb geen idee. Oh, maar daar heb ik er maar eentje van. Oh, dat moet je nog niet doen. Ja, die zijn leuk. Die zijn leuk, ja. Die is leuk. Who wants a balloon? Ik wil een ballon. Ja? Ja. Nou, wil jij hem ook aansteken? Durf ik dat? Ja, vast wel. Ik ben heel bang voor vuurwerk, hè. Gaat wel lukken, man. Is dat dan zo'n klein dingetje? Ja, je hebt genoeg tijd om weg te rennen. Ja, echt? Ja, als je heel hard rent.
Ja, als je heel hard is. Kun je hierop? Nou, dat zou ik niet doen. Ik zal hem op de grond zetten. Ja, ik zal hem op de grond zetten, ja. Hoe gaat dit? Boven, ja, daar ja. Of komt er echt zo'n... Ja. Weten we zeker dat mama dit gaat aansteken? Ik vind het niet zo fijn aansteken. Zal ik je deze geven? Hier. Dat is een raar ding. Raar ding. Nou, daar gaat mam. Heel stoer van je. Ja, ik vind het doodeng. Ik vind het echt doodeng. Ik wil een andere. Ik wil zo'n die ik heb. Ja, ik weet niet waar die... Ja, die heeft Shen volgens mij meegenomen op ongeluk. Ik een aansteker. Ik heb nog nooit iemand zo lang zien treuzelen om één klein potje af te steken. Aansteker? Nee, andere aansteker. Nee, ik wil echt mijn eigen aansteker. Wat? Nou, vandaag nog alsjeblieft. Morgen mogen we niet meer afsteken namelijk. Mag je morgen niet meer afsteken? Nee, alleen vandaag. Tot 2 uur volgens mij. Tot 2 uur, dus nog 2 uur morgen. Nee. Ja. En zo'n afstand aansteker. Nou. Maar die doet het niet meer. Hij is weer nieuw. Ja. Alleen nog een wind staat. Hij doet niet zo. Hij doet het niet. Nou, mam, vandaag nog alsjeblieft. Jeetje. Nou, ik ga wel met deze. Ja, hij doet. Nou, daar gaat mama. Daar gaat hij. Het is mama's potje dit. Mooi zeg. Kijk. Hey, ik ga deze. Oh, wat mooi hè. Een rondje daar. Zo, dat mooi in het licht. Eigenlijk. Ja. Ik vind het prachtig. Ik vind hem ook mooi. Ik doe mij ook maar voor een paar duizend euro vuurwerk. Ja, het duurt wel 2 weken voordat je alles op hebt, maar... Ja. Maar, nou nee, dan ga ik 6 uur 's ochtends beginnen. Het is 4:15 en ik ben klaar met de oliebollen bakken. En ik heb er dit jaar, dit zijn echt de laatste, maar ze zijn zo enorm groot. Het lukte me niet echt om kleine, ik zal even de dingen uitdoen. Het lukte me niet echt om hele kleine oliebollen te bakken. Dus ik heb er dit jaar 152 gemaakt. 152. Jeetje, ik ben echt trots op je. Oh, trots hè? Ja, hoeveel zijn er nu nog over van 152? 4? Nee hoor. Ja. Nee, daar staan ze nog. Maar mijn vader en moeder komen nog. En die nemen nog wat mee en er komt nog veel meer visite waarschijnlijk. Maar nog één ding hè, zijn ze ook lekker? Heerlijk, ja. Zijn super lekker. Mooi, ik vind ze echt lekker. Ja, echt lekker. Dat zeggen jullie natuurlijk omdat je anders niks meer krijgt. Nee. Ja. Nee, ze zijn echt heel lekker. Echt lekker? Ja. Oké, dankjewel. Kom je volgend jaar weer? Ja. Ja. Op deze manier wel. Oh, dat is jammer. Dan doe ik het niet meer. Dan het dubbele. Het dubbele. Even geweest en die willen natuurlijk een schaal oliebollen mee. Dus wat krijgen ze? Een schaal oliebollen mee. Maar nou ben ik mijn moeder kwijt. Mama, ben je? Oh, er moet eerst weer lippenstift natuurlijk op. Wil je ook oliebollen mee? Ja, graag. Nou, dan zou ik zeggen, de schaal staat voor je klaar. Dan dit. Oh, en wat ga je nou doen? Ja, die ja. Oh, ik wou net zeggen. Dus. Ik heb helemaal niet zo. Nou, ik zou zeggen, neem het mee.
Want we hebben er namelijk hier nog twee en voor staat ook nog eentje. Dus dat komt helemaal goed. Nou. Kijk eens aan. Het mag die schaal mee? Nou, eigenlijk niet, maar ja. Nee, dat hoeft niet. Nee, tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Nou, eet smakelijk. Ja, dankjewel, hè. Nou heb ik mijn moeder wel de oliebollen laten zien, maar mijn vader die draagt de schaal oliebollen. Ja. Dus mijn moeder is er al vandoor, volgens mij. En zo, die komt er ook bij. Ja, dat is hij zo gewend. Die is al het lastdier geweest. Ja. Nou, eet smakelijk. Ja, ik weet zeker dat ze lekker zijn. Ik heb ze geproefd. Dat dacht ik. Hartstikke bedankt. Yes, doei doei. Nou, dit wordt dus het dieptepunt van de avond. Heb ik nu al wel door, want we zijn gaan shoelen. En dat is natuurlijk super leuk. Maar Enzo was als eerste aan de beurt en dat moet je dus nooit doen, want hij kan gewoon goed shoelen. Dus hij heeft verdorie al 82 punten gehaald en degene die shoelen, die weten dat dat nou best wel goed is. En dan ben ik aan de beurt en dat vind ik eigenlijk best wel heel erg leuk. Zal ik het voor jou overnemen? Al wil jij even... Kom hier met die camera en ik laat zien. Ik kan altijd nog alles weghalen. Zo. Nou goed. Kijk, je hebt zeg maar shoelen. En je hebt shoelen. En dit is shoelen. En we gaan shoelen. Oh. Oh. Kijk, mama kan het ook wel, hè? Kom op, man. Ja, twee zit erin. Kom op, man. Mam, subtiel, subtiel. Yeah. Oh, over subtiel gesproken. Wow. Let's go, man. Ben je er alweer doorheen? Oh, nee. Oh. Je moet nog. Kom op, man. Let's go, let's go. Oké. Okay. We gaan even de score kijken, dames en heren. En op dit moment is de score 2-2-2-2. Dat betekent dat mama nu 40 punten heeft. Dus die laatste ronde moet mama nog wel eventjes gaan knallen, hoor. Kom op, mam. Let's go! Woo! Kom op. Mama die heeft hier een extra en daar een extra. 43 heeft mama. Ja, dat is niet goed, mam. 43 is niet goed. Maar het is wel de eerste keer, hè? Dus kan wel even inkomen. Dat is waar. 43. Gert. Je had hem niet, Rob. Maar kan je vertellen hoe het ging? Gert had deze gouden steen in zijn handen. Nee. Hij gooide hem. Hij ging ringloos. Ringloos hier doorheen. Nee. Niet normaal. Niet normaal. Oh ja, de beweging die Gert maakt, het zit hem in de pols. Het zit hem in de pols. In de pols? Zo, suplesser. Die super hard. Ik moet gewoon goed naar Gert kijken dus. Ja. Oh, bijna. Niet normaal, dat is wel een. Hey, Gert, je was toch niet zo goed? Nee, wacht, wacht. Ik ben echt tof lang. Nou, dit is wat drie limonade met je doet. Ja. Zo! Jeetje! Dat is een mooi verdeeld ook, hè? Daar is heel van. Oh! Wat dat? Die kan. Oh my god. Is het rechts? Oh! Had je hem erop? Ik heb hem erop. Oh, wat een suplesse, hè? Geet je dat. Oh! Dit is niet normaal! Iemand scout hem!
Ja, zo. Wat een kracht, hè? Hans op links. Oh! Zo, mensen. 67. Oh, nee. Dat is veel te veel. Fijn dat we supporter hebben. Kijk, de tussenstand. Hey, kom kijk, op, hè, kom Enzo op. 82, Irma 43, Boas 48, Gert 68. Oh, ik sta helemaal hopeloos onderaan. Nu al. Ik moet ook nog komen, hè? Ja, zo misschien. Oh. De prijsuitreiking. Dames en heren, ik vind dat iedereen goed heeft gespeeld. Op de laatste plek is geëindigd met 186 punten. Ergot. Ik heb je weer ingehaald. Holy shit. Anna, ene laatste, 188. Oh. En dan komt daarna Boas met 189. Nee. Op de vierde plek. Op de vierde plek. Met 200 punten. Even rustig. Oh, op de vierde plek met 200 punten, dat is mijn. Oh! Heel netjes. 200 punten in 4 potjes, dames en heren. Gooi je gemiddelde van 50. Oké, dan gaan we naar de derde plek. Oké, mag je even. Dat kan helemaal niet, we zijn wat over. Rustig. We gaan naar de derde plek. En die is met 213 punten. Van Myron! Yay! Echt knap. Dan gaan we nu naar de tweede plek. Met 234 punten. En nogmaals 234 punten staan mama en Gert tweede! Ja! Yay! 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 Zijn we gelijk? Ja! Nooit van mijn leven zo hoog. Wat dan ook. Gelijk met jou, onvoorstelbaar. Wat zegt dat? Wat zegt dat voor 2020? Ik weet het niet. Nee. Ik weet het echt niet. Zeeën, doe het wel. Ja, dames en heren. Dan kan er één de winnaar zijn. Oh, wat erg. Met 310 punten ben ik dan. Yes. Wow. Wow. Gefeliciteerd. Heel goed, knap hoor. Nou, kijken of er buiten nog een beetje wat te beleven is. Want het is namelijk hier helemaal mistig. Dus we zien niet zoveel. Oh jee. Mist. Ja, mooi hoor. Supermooi. Gelukkig nieuwjaar. Dikke kus van mij. Oeh, mooi hoor. Mooi hè? Ja, supermooi. Nou, geniet er maar van. Ja, sorry. Iedereen is weer vertrokken. En ik wil iedereen bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vergeet niet het blauwe duimpje omhoog. En natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. Ook in 2020. Ik hoop dat er nog heel veel mensen gaan abonneren op mijn kanaal. Ik vond het een superleuk jaar 2019, maar ik ga ook helemaal vol voor dit jaar 2020. Dus ik zou zeggen, tot de volgende vlog. Daag!